Mijn bedrijf heet In de Haak. En dat is gebaseerd op een haak. Daar zit je altijd recht. En ook op eerlijkheid. En mensen zeggen, ja, dingen zijn in de haak of niet in de haak. Dat heeft te maken met eerlijkheid. En dat is afgeleid van zo'n instrument. Dan kun je zien of het recht is en of het klopt. En daar, dat vond ik wel toepasselijk. Dus ik denk van, nou, mijn bedrijf moet eerlijk zijn en het moet allemaal kloppen. Ja, ik doe bijna alle voorkomende bouwwerkzaamheden. Ik doe schilderen, vloeren leggen, loodgieteren, wanden plaatsen. Eigenlijk alles wat, ja, wat met bouwen te maken heeft. Alles feitelijk met techniek, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, ik denk in oplossingen natuurlijk. Als mensen iets gemaakt willen hebben, dat betekent dat er iets stuk is. En dan moet ik met een oplossing komen van, nou, dat is de beste manier, dat is de stevigste manier, dat is de goedkoopste manier. Dat is toch wel wat mensen willen. Ik bedenk oplossingen voor iets wat stuk is of iets wat veranderd moet worden. Bepaalde dingen doe ik niet. Daar huur ik andere ZZP'ers voor in. Dus het is het beste ook voor de klant en goed voor mijzelf ook. Dan moet ik niet met een puzzelstukje gaan zitten wat een ander al weet waar die hoort, zeg maar. Ja.